Yo, gasten, het leuk hier. kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik mensen DM'en. Uh, en dan gaan ze mij een impossible challenge geven. Die ik moet uitvoeren in één game. Uh, dus het kan niet zijn: win 10 potjes op rij. Het moet zeg maar gewoon uh, bijvoorbeeld een challenge. high De challenge. Dat zegt, je moet eerste worden in solo showdown. Zonder kills maken. Uh, dus die gaan we als eerste doen. Uh, dus dit is de map. En wat ik dus dacht op deze map. Want ik heb al een beetje voorbereiding gedaan. Ik heb niet van tevoren gespeeld. Dit is het eerste potje van de dag. Ik heb wel Power League verloren, maar boei, ik was gewoon voor de lol aan het spelen. Uh, dus ik heb nog niet gespeeld. Maar wat Hyra zei is: uh, win een potje zonder een kill te maken. En dan vind ik een kill de finishing touch. Dat mag niet. Uh, dus we gaan nu met Gale spelen. Want ik dacht, uh, jullie zien in het midden twee plukjes gras eigenlijk bij in kan komen. En wat ik dan dacht: als het goed uitkomt. Kan ik met de Gill Twister Gadget um, het, het gebied afsluiten? En dan um, zitten ze vast en dan gaan ze dood in de cirkel. Uh, in de storm, zeg maar. Dus die challenge gaan we als eerste proberen. Um, er zijn nog wat leuke challenges uh, inge ingezonden. Ik heb Karel gevraagd. Ik heb Hyra gevraagd. Ik heb Gameboys gevraagd. En ik heb Delano gevraagd. Um, dat zijn denk ik wel de bekendste Nederlandse Brawl Stars spelers. Um, in ieder geval, ik zie jullie bij het eerste potje. Oké, okay, aangekomen bij het eerste potje. En... Um, als ik de challenge faal, uh, dan moet ik 5 euro aan edelstenen weggeven. Dus dat zijn 80 edelstenen. Elke challenge die ik haal, dan ja, daar krijg ik eigenlijk helemaal niks. Want uh, <laughs> ja, ik kan niet mezelf edelstenen geven. Dat is niet echt een beloning om zelf geld uit te geven. Uh, maar we kunnen als eerste wel een beetje teamen met deze gasten. En wat ik ook vind, ik vind een kill de niet de finishing touch geven. Dus als ik een Shelly of zo de storm induw met mijn super en ze gaan dood door de storm. Uh, dan komt er wel linksboven te staan dat ik de kill heb gemaakt. Maar dan vind ik dat niet tellen. Want anders is het sowieso niet echt mogelijk. Uh, oh, deze Dynamax is aan het schieten. Maar uh, ik hoop dat ze deze muur in ieder geval niet opblazen. Want dan kan ik zeg maar hier um, mijn gadget inzetten. En dan, um, ja, da da dan uh, gaan ze zeg maar dood in de storm. Uh, maar ja, een primo. Um, daar heeft dat geen nut op. Oh, ik weet niet wat die Bibi nou wil doen. Oh, what the fuck. Zoveel bubble bounces. Oké, okay. ehm. Um, ja, um, dat is een beetje... was een beetje awkward. Ik, ik dacht, ik ga daar niet dood, hoor. Want als ik een beetje wie ik werd, die gooide die Shelly of zo gewoon zo super erop. En dan was het klaar. Maar er is een hele grote groep van teamers. En dat is totaal niet de bedoeling. Um, Oké, okay, het is heel goed dat die Dynamite op die Shelly's gaat. Um, Oké, okay, er zijn hier echt heel veel knokkers. Jeemig. Um, dat wordt wel een heel klein beetje oppassen. Um, maar ik denk zomaar dat dit niet echt het potje gaat zijn... En dat is wel balen. Maar. Het maakt mij niet zo heel veel uit. Um, als we één keer verliezen. Als we de andere challenges wel halen. Zou dat sowieso wel prima zijn. Oh. Die Bibi. Ik weet niet. Oh. Die Dynamite is dood. Let's go. Ja, ja. Kill die Dynamite. Nee. Oh, die Poco. Die is een aardige teammate. Maar. Daar hebben we helemaal niks aan. We hebben geen aardige teammates nodig. Dan moeten we even wat mensen dood. Want. Oh, oh, oh. We zitten tot nu toe in de top 9. En. Ja. Top 9 is niet heel erg best. Oké. Okay. Ik kan die Shelly. Nee, ik kan die Shelly sowieso niet. Uh, de storm induwen dat ze dood gaat. Um, Oké, okay. ik kan hier wel. Oh ja, ja. Ik ga het hier afsluiten. Zo. Um, the... Oh, kut. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik ga hier dood. Ja. Man, man, man. Ik dacht. Ik... Kijk, ik heb het hier wel afgesloten. Dus deze knokkers gaan hier allemaal dood. In de storm. Uh, even kijken hoe dat gaat. Um, maar ja, die Poco die schoot alsnog op mij. Dus dat is balen. Maar dit potje hadden we sowieso niet gewonnen. Nee, dit is dit had onmogelijk geweest. Um, die Shellys teamen gewoon met z'n tweeën. En ja, als ik ze niet mag killen, dan gaat het niet heel hard. Oké, okay. dus dit potje is helaas een faal. Sorry, Hyra, ik heb je challenge niet gehaald. Maar dan gaan we nu naar de volgende challenge. De volgende challenge is van Delano. En Delano die zei dat ik in duels één potje moest winnen met alleen tik. Dus we gaan nu naar duels. Uh, we gaan tik kiezen. En even kijken, hier is tik. En dan gaan we even zweren. Dit is de map en even kijken of we deze map kunnen winnen. Hopelijk wel. We hebben gelijk een botje. Um, oké, okay. ja. Dit is niet heel ideaal voor, de uh, voor een uh, tik om tegen Bibi te spelen. Dus dat is niet heel fijn. Um, ja, daar gaat die Bibi. Die Bibi loopt er gewoon zeg maar op af. Kijk en dan word ik gelijk al gehit. Um, als ik mijn super kan krijgen, dan kan ik de Bibi sowieso wel een beetje damage doen. Dat sowieso. Um, even kijken. Ik heb hier mijn super. Ja, 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 ja. Ja, let's go. Oh nee, ik heb de Bibi niet. Bibi, in die mines, let's go. Oh my god, nee, we hebben de challenge. nu al gefaald. Oh my god, dat is niet helemaal ideaal. We gaan wel gewoon proberen even het potje te winnen, want ik wil natuurlijk wel die trofee hebben. Uh, maar ja, meteen doodgaan door de Bibi is echt niet ideaal. Uh, de, de Gale hadden we sowieso kunnen hebben met Tik. Uh, maar de Bibi was denk ik het lastigste van hun. En ja, ik heb bijna mijn super. Als die Bibi gewoon erop afloopt, dan heb ik mijn super. Um, dus deze kunnen we denk ik wel winnen. Uh, maar het is nog steeds wel een beetje oppassen. Nou, Bibi, kom op. Kom dan. Kom dan, Bibi. Ja, die Bibi gaat gewoon wachten op het einde. En dan slaat ze me in de storm of zo. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Uh, kijk, nu hebben we onze super in ieder geval. En dan zou ik die hier gewoon even opgooien. En hebben we de Bibi dood. Uh, dus er staat hier in ieder geval 1-1 in knoppers. Maar ik heb de challenge nu al gefaald, want ik moest met tik uh, de reverse sweep halen. Um, Oké, okay, even kijken. De Gil daar, die gaat. Ja, ik weet niet. Die Gil heeft wel een redelijk prima matchup tegen mij. Ik weet in ieder geval dat hij ze super nog lang niet heeft. Want die, hij heeft één hit gedaan. En ja, nu twee. Um, maar die Bibi had alleen maar een hit gedaan met haar super, zeg maar. Um, dus die Gil is sowieso nog niet echt uh, ze super. Dus ik ga dit gewoon even gooien. En dan verplaats ik me eventjes naar deze uh, dozen. En ik heb, wel, ik heb denk dat ik dichter bij mijn super ben dan die Gil. Dus als ik mijn super kan krijgen, dan kan ik die gale sowieso afmaken. Maar um, de Frank gaat dan wel moeilijk worden. Ik moet sowieso met mijn Tara super die muurtjes bij die gale weghalen. Uh, sowieso gewoon puur voor de Frank. Uh, even kijken. Let's go! Oké, okay. ik heb de muurtjes niet echt kunnen weghalen. Wel mijn eigen, dus dat is ook oh wel oké. Okay. Um, en dat is vooral handig voor als we spike tegen Frank aan. Die muren zijn wel irritant, want daar gaat de Frank gewoon net achter blijven. Um, en ik weet nu niet... Hoe wij een Frank gaan killen van 12.000 levenspunten. Uh, kom hier man. Ja, die Frank die geeft geen kick. Die gaat gewoon lekker blijven zitten. Um, en dan gaat hij hem op het einde gewoon hitten. Uh, dus nu hij hem, um, hem hitte heeft ook niet zo heel veel nut. Want dan krijgt hij alleen maar zijn super. En als hij zijn super heeft, dan, ja, dan kan ik niet winnen. Want zeg maar, de storm gaat het gewoon perfect maken voor hem. Um, en eigenlijk moet ik dichtbij zien te komen. Dus ja, als ik hier een beetje kan komen, zou dat heel erg ideaal zijn. Um, even wat hits doen. We hebben nog steeds geen uh, Frank super gefeed. Dus dat is mooi. Laten we even hier die Frank killen. Nee, dat werd hem niet. Oké, okay, we hebben nu Spike. En Spike countert Frank. Maar als die Frank gewoon blijft campen achter die muren, dan is dat dan. dan ja, dan kan je niet, niet, niet counteren, want hij gaat hier gewoon blijven zitten. Dacht ik. Dat is wel het verstandigste om te doen. Maar nu feedt hij mij gewoon mijn Spike super. Wat ideaal is voor mij natuurlijk. Um, Even kijken, dit, dit is dus totaal niet ideaal dat ik hem mis. Maar ja, ik zet wel een beetje pressure op hem, maar hij heeft zoveel levenspunten dat ik dit niet echt kan overleven. Want hij kan nog maar aflopen en dan mij superen. Um, ja, nu zeker als hij hield. Dus nu heb ik verloren, helaas. Ja, GG's naar die Frank. We hebben dit potje verloren. En even kijken wie dit was dan. Um, nou, dit was wel een hoge speler: Bibi en Frank uh, allemaal hoog. En ze kill ook. Um, dus ja, succes met pushen naar hem. Maar. We hebben tot nu toe nog geen challenge gehaald. Dat is erg slecht. Dat betekent dat er gewoon al 160 edelstenen worden weggegeven. Uh, en ja, weet je, ik ga gewoon zeggen aan het einde van de video hoe jullie die kunnen winnen. Uh, en dan gaan we nu naar de volgende challenge. De volgende challenge is van Karel. En Karel zei: Ga een potje krachtenvisie spelen in Master. Uh, en word niet boos op je teammates. Nou, we hebben gelukkig Master gehaald. En we zitten nu niet meer in Master. Want ik was gisteren gewoon voor de lol aan het spelen. En als je voor de lol speelt. Dan tried ik niet echt, want ik ben verloren gewoon. Ik ging ook gewoon een paar keer Shelly, weet je wel. Uh, dat maakt mij echt niet heel erg uit. Uh, laten we in ieder geval een potje gaan doen. En dan zie ik die als we een potje gevonden hebben. Oké, okay, aangekomen bij het eerste potje van Power League. En we zitten met twee mensen die ik... Uh, ik zeg het nu, ik moet positief blijven. Ik zeg het nu in reverse. Dus ik vind deze mensen heel goed. Uh, dus dat is mooi. Dat we met twee hele goede spelers zitten. En zij willen dat ik iets ga bannen. En degene die ik ga bannen is Tara. Want Riyasu Guremori gaat altijd Tara. En ik vind dat niet fijn. Uh, op heist in safe Zone hebben wij geen Tara nodig. Dus de Tara wordt sowieso verbannen. En ik denk dat hun de Grom gaan kiezen. Uh, als wij Byron en Daryl pakken, dan zou dat perfect zijn. We moeten sowieso Daryl hebben. En Byron is dan een bonus. Uh, ja, Rishiyou die snapt het nu. Oh, nou. Oké, okay, hij snapte het wel. Dan, uh, uh, maar als. Anti-anti uh, anti met Russische tekst. Uh, Mac gaat, dan is, hij, dan is hij wel heel erg slim. Want Daryl countert Mac. Dus ja, je bent wel heel slim als je dan uh, Mac tegen Daryl gaat. Um, ja, Byron is prima, maar we gaan geen Mac. Oh, wat goed van hem. Oké, okay, wat goed van hem. Hij gaat, uh, hij gaat Mac tegen een knokker die Mac heel hard countert. Dat is niet. Jawel, dat is heel erg goed van de tegenstander. Of van uh, mijn teammates. Um, en 9-tick neemt Piper. En wat gaat Napoleon de derde nemen? Waarschijnlijk Colt. Uh, of een andere knokker die hier wel goed is. Misschien Amber of Crow. Um, ik ben in ieder geval wel benieuwd wat hij gaat nemen. Wij moeten wel een knokker kiezen die wel een beetje damage kan doen. Um, misschien kan het een out-of-the-box knokker zijn. Um, Colt, oké. Okay. Kijk, wat hij dus wil doen is hun linksbovenmuurtje, zeg maar, wat voor ons rechtsonder is. Wil hij breken met Colt? Maar met Daryl wil je dat juist niet hebben. Dus het is wel goed dat hij dat is gegaan. Amber is niet goed tegen. Uh... Ja, we gaan, we gaan Fang. We gaan Fang, mensen. Oké. Okay. Fang doet niet de meeste damage op de kluis. Maar Fang destroyed uh, eigenlijk bijna al hun knokkers. Daryl is wel goed tegen Fang. Maar uh, Fang is ook wel prima tegen Daryl. Want je krijgt heel easy je super op Daryl. Uh, Oké. Okay. Maar het is nog steeds, vind ik het heel erg goed van mijn teammate uh, dat hij makers is gegaan. Uh, Mac is wel goed hier, don't get me wrong Maar Daryl counts Mac gewoon Dus ik vind dat wel niet de beste play Maar goed, uh, laten we het beste ervan maken uh, Want het is tenslotte de, de challenge om niet boos te worden op randoms En ja, ik heb toch al master Dus ik hoef niet, het boeit me niet heel erg als ik verlies dus ik, ik hoef daar niet boos om te worden uh, Maar ja, ik win natuurlijk wel liever Oké, okay, Daryl heeft gelijk de Mac Ja, zoals jullie zagen heeft de Daryl de Mac zeg maar, gelijk gedestroyd en daarom is Daryl zo goed in gemerkt. Ik moet even oppassen. Um, kijk, die Mac die is meteen zijn robot kwijt. Uh, als een Daryl erop rolt. En ik wil. Uh, Oké, okay, ik wil mijn super, die heb ik nu. Dat is sowieso mooi. Uh, even kijken. Ik ga even op die Daryl Huts, die is dood. Um, en dan ben ik helaas dood. Oké, okay, even kijken. De Mac gaat misschien een kill maken op de cold. Als die dat doet, is dat wel goed. Uh, nee, kijk, de Daryl destroyed Mac gewoon zo hard. Dat Daryl countert gewoon te hard, uh, de MAC. Dus dat is ook een tip. W wat is daar gebeurd met die muur? Heeft die Colt daar een gekke gadget of zo gegooid? Ik weet niet wat daar is gebeurd. Het uh, maakt ook niet uit. Uh, Oké, okay, wat gaat die Colt nu doen? Hij breekt daar die muur. Dat is een goede play van hem. Maar ja. Even kijken. Die Colt is nog helaas niet dood. Wij kunnen hem misschien afmaken. Uh, maar tot nu toe doen we ook nog niet zo heel veel met Fang. Dus ik hoef, kan niet heel erg boos worden op de Randoms. Uh, Oké, okay. Colt, dood. Ik had wel liever dat die Colt uh, dood ging door mijn Super, want dan had ik mijn Super gelijk terug. Maar we doen hier best wel wat damage. We doen hier heel veel damage zelfs. Uh, dit is mooi. Ja, we staan er goed voor. Alleen de Max zet haar robot in en dan is de Derel er weer. Dus dat is niet zo heel erg best. Misschien kunnen we hier die Piper shots een beetje tanken. Ja, dat kan sowieso. Uh, nine -tick. Dat is wel een goede speler trouwens. Het is de, het is de tweede account van Sumzar. Ik weet niet of iemand Sumzar kent. Maar het is een prima speler. Uh, die heeft ook master. Dus ja, even kijken. Oké, okay, daar kreeg ik de kill niet. Maar Fang was misschien niet de beste optie. Maar Mac heeft ook sowieso nog niet zo heel veel gedaan. Dus uh, can't blame me. If you choose Mac. <laughs> Oké, okay, even kijken. Ik ga hier even op die. Guys, let's go. We hebben een hele goede play gemaakt met Fang. En hierdoor kunnen we dit potje gaan winnen. Um, als iemand die Daryl in ieder geval verdedigt, zou dat mooi zijn. Hier laten we even die Piper killen. Huts. Die is dood. En we zitten hier nog steeds op de kluis. We hebben de kluis bijna neer. Um, en ik denk dat we dit potje hebben gewonnen. Nog één hit. Nog één hit. Let's go. We hebben het eerste potje gewonnen. Dus dat is mooi. En dan. Uh, ja, het volgende potje begint gelijk. Dus dat is ook mooi. Even kijken. Uh, ja, ik weet niet precies hoe dit zo goed is gegaan. Maar ik maakte op een gegeven moment zo'n mooie play. En daardoor hebben we echt die hoofdkluis gewoon neergehaald. Zelfs dus in ieder geval mooi. Die cold breekt naar die muur. Zoals ik al had gezegd in het begin. Uh, even kijken. We worden hier wel gehit door die Piper. Maar als die Baron ons hield. Maakt het niet heel erg uit. Uh, Oké, okay, dit is niet. Die Baron die moest ons veel meer healen toch wel vol AP waren. Maar ja. Uh, prima. We zijn hier wel gewoon dood. Omdat die Baron ons niet hield. Dus dat was. Ja, dat was heel goed van hem. Uh, even kijken. Zo. Die piper die jumpt daar. Maar ja, dat gaat niet zo heel veel doen. We hebben hier nu onze super gebruikt om die cold te killen. En even kijken. Nu zitten we op die kluis. Alleen die cold gaan we sowieso killen. Ik ga proberen die cold uh, te killen. Zo. Nice. En dan zitten we nu op de kluis. En hun zitten ook op onze kluis. Onze kluis is er gewoon bijna neer. Die gaat echt heel snel neer. Dus dat is balen. Uh, laten wij die cold weer verkillen. En die cold heeft ons. Oké, maar sinds het wel beter dat we dood zijn. Want die kunnen we helpen met verdedigen. Uh, zo. En 90 Die gaat daar dood. Oké, okay, mooi. Maar dit potje ziet er niet heel goed uit. Dit potje ziet er heel slecht uit zelfs. Hun hebben onze kluis bijna dood. En wij hebben nog bijna geen damage gedaan op hun kluis. Uh, even kijken: 90 Dood. Oké. Okay. Daar miste ik echt een shot. En die Daryl zit op onze kluis, volgens mij. Waar zit die Daryl? Waar zit die Daryl? Volgens mij hier. Oh nee, daar is hij. Oké. Okay. Laten we die even doodmaken dan. Uh, Oké, okay, mooi zo. Piper is ook heel weak. En die jumped weg, helaas. Oké, okay. nee, Het lijkt erop dat we dit potje verliezen. Ja, laten we gewoon dit potje even vergeten. Want het gaat echt niet goed. Uh, nee, dit ziet er slecht uit. We moeten gewoon nog één Daryl roll eigenlijk. En dan hebben ze gewonnen... En we moeten die gas verdedigen. Dus als we die gas verdedigen, kunnen we ook niet aanvallen om zelf nog damage te doen en we moeten gewoon nog uh, verrekenen 45% doen om gelijk te komen, dus 46 om te winnen. En dan moeten we die derde nog verdedigen. Dus dit ja. Ja, dit is, dit is niet heel erg uh, heel erg winnable eruit. Nee, die gas gaat gewoon rollen en daar hebben we verloren. Oké, okay. wel played naar hun en gewoon slecht gespeeld van ons team. Helaas ehm um... Ik weet niet, toen ik aan het aanvallen was, hadden we ze gewoon 40% gedaan of zo. Dat is echt heel veel. Um, dus dat moet ik misschien niet nog een keer doen. Misschien moet ik verdedigen. Hij schiet op die mag. Oké. Okay. Ik weet niet. Ik denk dat het komt omdat ik gewoon niet aan het verdedigen was. Uh, en Fang doet toch niet zo heel veel damage. Dus misschien, misschien is het beter als ik gewoon verdediging blijf. Want Fang is wel heel goed in kills maken. Alleen tegen een Daryl met roll is het wel wat moeilijker. Uh, Byron, heal mij. My... Oké, die Daryl gaat over 8 seconden zijn rol krijgen. Uh, dus dan gaat hij op de kluis en dan moeten we verdedigen. Oké, okay, dan zal ik wel even terug gaan. Uh, even kijken, ja, hij heeft nu zijn rol. Dus we moeten daarvoor verdedigen. Uh, even kijken. Daryl heeft zijn super cold, heeft zijn super airpiper, heeft een goede positie. Oké, okay, ik weet niet wat die Daryl daar doet. Dat is niet heel goed. Laten we even hier voor kills gaan op hun. Let's go, double kill. En ik hoop dat zij die Weak Daryl wel kunnen verdedigen. Ik ga gewoon een paar hits doen en dan ga ik dood. Zodat ik kan verdedigen weer. Uh, Oké, okay, prima. We hebben 13% gedaan. En de Daryl is dood. Oké, okay, daar hadden we niet dood hoeven gaan. Maar ik dacht wel dat dat best wel handig zou zijn. Uh, even kijken. Ik kan weer. Oké. Okay. Ik ga even die Mac helpen hier. Uh, dat hielp helaas niks. Ik, ben, uh, ik heb niet eens mijn super terug. En dat is. Dit ziet er nu wel heel slecht weer uit. Even kijken of ik een hit kan doen. Nee. Nee, nee, nee. Die Baron was veel te weak. Dus hij moest zelf healen in plaats van mij healen. Dat is wel jammer. Um, en daar gaat al onze... Uh, daar gaat onze damage voorsprong, bedoel ik. Uh, even kijken. Ik kan super naar die Piper. Maar die Piper die gaat, het, gaat niet zijn haar super gebruiken voordat ik het doe. Dus die bait heeft niet zo heel veel nut. Uh, Oké, okay, hij jumpt daar gewoon. Even kijken. Ik ga gewoon naar die Daryl. Uh, om hem een beetje te pressure. Want hij is nu nog weak. Uh, oh... Nee, 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 nee. Hij is one-shot. En er is een colt op de kluis. Uh, ik denk dat dit het moment is dat we verliezen. En dat we... Nou ja, trouwens, ik ben nog niet boos geworden. Dus dit, dat is de challenge. Als ik boos word, dan hebben we pas verloren. Dus het maakt niet echt uit of we dit potje verliezen. Zolang we maar gewoon niet boos worden. Uh, Oké. Okay. Oh mijn god. Die gast die, uh, heeft, daar mij even heeft daar mij even flink geëerd. Uh, maar ja, we hebben hier sowieso verloren. Wat kunnen we hier nog tegen doen? Uh, die guy jumped weg. Uh, met de staart tussen de benen. En ja, dit potje hebben we verloren. Dit potje hebben we verloren. We kunnen nooit meer zoveel damage doen in zo'n korte tijd. Uh, met alleen een Byron en een Mac. Dus ja, GG naar die enemies. Maar dit is wel heel zonde. Alleen, ja, ik weet niet echt wat er beter had kunnen gaan. Ik denk dat gewoon de Mac-keuze heel erg goed was. Uh, maar niet heus. En jeez, we gaan hier heel veel van verliezen. Hun zitten. Eigenlijk allemaal één league lager. Dus daar verliezen we heel veel van. Jeemig. Daar gaat al onze uh, Elo. En uh, dat maakt niet zo heel veel uit. De laatste challenge is van Joram. En hij zegt... Eerst te worden in solo met Mortis zonder krachtpunten. Nou, uh, we hebben net gezien hoe dat ging. We werden negende met Gil. En we komen tegen alleen maar knokkers die Mortis counteren. Dus, dit belooft heel veel goeds. Uh, laten, we gelijk random, uh, laten we gelijk een game zoeken. En dan zie ik bij het potje... Oké, okay, we hebben het potje gevonden en ik zie nu al drie Shellies en een Bibi. Of uh, twee Shellies en een Bibi bedoel ik. Uh, maar goed, laat. Oh wacht, we, moeten, we mogen geen krachtpunten hebben. Dat is de challenge. Uh, dus als we daar een krachtpunt oppakken, dan hadden we sowieso al verloren. Even kijken, daar is een Shelly. Daar moeten we niet mee messen. Uh, laten we gewoon even spinnen naar haar. Zodat ze ons niet meteen gaat killen, hopelijk. Um, en hier zijn deze knokkers. Ik wil graag een super hebben. Oké, okay, die Bibi had daar geen behoefte aan, want ik ben nu one-shot. Um, ik hoop wel dat ze met me willen teamen. Ik ga hier gewoon even doorheen dashen. En dan. Oké, okay, nu heb ik geen super meer. Uh, ik zal even hun allemaal hitten. En dan. Ja, weg hier. Oké, okay, dat is niet heel aardig van hun dat ze gaan schieten op een mortis dus zonder krachtpunten, die letterlijk helemaal niks kan. Uh, maar dit zijn niet echt mijn teammates. Uh, dus ik moet gewoon naar de andere kant van de WAP. Daar is het een stuk veiliger waarschijnlijk. Ik ga gewoon even weg hier. Uh, maar ja, hier is een Shelly en een Gil. Uh, die Shelly heeft... Waarom willen ze niet... Ja, waarom zou je dat doen? Het is een moord Oké, okay. nou we hebben deze challenge ook gefaald. We hebben drie van de vier challenges gefaald. Dus dat is wel heel erg slecht. Ik zou zeggen, laat een reactie achter. Uh, welke challenge jij het slechtst vond gaan... En degene die, nou ja, het maakt niet uit, er is geen goed antwoord. Maar daar ga ik drie mensen van kiezen. En die hebben dan gewonnen. Je moet wel in je reactie je Instagram-naam achterlaten. Want dat is de enige manier waarop ik je ga contacten. Dus als je dat niet hebt, uh, sorry. En als je dat niet in je reactie hebt, ja, dan heb je pech. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik zie jullie later, mensen.